Ja, en bij mij in de studio is Ward Kennis erbij komen zitten van CD&V. Welkom. De erkenning van het boeddhisme in ons land en bij verlenging in Vlaanderen, dat is nog niet voor meteen, hè? Wel, er zijn nog wel een aantal stappen die moeten gezet worden. De eerste vraag is door de Belgische Unie van Boeddhisme in 2006 al gesteld. Ondertussen zijn er wel een aantal voorbereidende werken gebeurd. Minister van Justitie Koen Geens die heeft nu ook een wetsontwerp klaar om die erkenning mogelijk te maken. En hij heeft daarover het advies gevraagd van de gemeenschappen en de gewesten, omdat de erkenning van een nieuwe levensbeschouwing op federaal niveau gebeurt, maar dat de gevolgen daarvan zich voor een groot deel afspelen in het bereik van de gemeenschappen en de gewesten. En in die zin moet hij natuurlijk ook met hun advies ergens rekening kunnen houden. Ja, het is een procedure van lange adem. U stelde er vorig jaar al een vraag over, maar verschillende provincies hebben negatief advies geformuleerd. Wel, de Vlaamse regering, minister Homans, heeft dus die adviesvraag die ze zelf gekregen hebben ook weer voorgelegd aan de provincies, omdat de niet-confessionele nieuwe levensbeschouwing, het boeddhisme, zich op provinciaal niveau zou willen organiseren. Je hebt in ons land een aantal erediensten die op gemeentelijk niveau zijn georganiseerd. En bijvoorbeeld de islam en de orthodoxie die zijn op provinciaal niveau georganiseerd. En het boeddhisme zou er ook voor kiezen om zich op provinciaal niveau te organiseren. En dat is de reden waarom de minister dus aan de provincies een advies heeft gevraagd. En vandaag hebben we inderdaad vernomen dat er 3 provincies een negatief advies hebben gegeven. Dat er 1 provincie een aantal kritische vragen heeft geformuleerd. En dat er een de 5e provincie is die geen advies heeft gegeven, omdat het voor hen blijkbaar te onduidelijk was en ze nog met te veel vragen zaten. Ja, en kan de minister zelf niet meer doen? Wel, ik heb ook gevraagd in de commissie of de minister toch iets meer zou willen doen dan alleen maar brievenbus te zijn van adviezen die ze zelf ontvangt en die ze dan doorgeeft aan de federale minister van Justitie. Ze heeft ook nog meer gedaan in de zin dat ze ook de andere Vlaamse ministers om een advies heeft gevraagd. En bijvoorbeeld het advies van minister Kervits van Onderwijs is bijvoorbeeld erg belangrijk, omdat een erkenning van een nieuwe levensbeschouwing heel wat gevolgen heeft voor het onderwijs, voor het officiële onderwijs, van, dus de netten van gemeenteprovincies en het gemeenschapsonderwijs. Dus in die zin zijn er toch heel wat adviezen die nu aan het lopen zijn of die aan het binnenkomen zijn en die belangrijk zijn in deze procedure. Ja, want inderdaad, door die erkenning van het boeddhisme, dat zou dan eventueel kunnen leiden tot godsdienstlessen met betrekking tot het boeddhisme. Maar is er anno 2018, 2019 nog plaats voor godsdienst in het onderwijs? Wel, misschien toch even verduidelijk dat de boeddhisten hebben gevraagd om erkend te worden als een niet-confessionele levensbeschouwing. Dus op dit moment is dat eigenlijk het humanisme dat bij ons daar het monopolie heeft. En daarnaast zijn er 6 erkende erediensten die een opperwezen erkennen. Het boeddhisme zegt, wij zouden eigenlijk de 2e niet-confessionele levensbeschouwing willen worden in dit land, naast dan de 6 religieuze. Nu, ik denk dat het wel belangrijk is om ook in de 21ste eeuw, op een moment dat er toch veel mensen ook vandaag bezig zijn met zingeving, met vragen van het goede, het kwade, waarom er dingen gebeuren, dat mensen ook gemeenschap vormen rond zingevende verhalen, vind ik het wel erg belangrijk dat er ook in het onderwijs ruimte blijft voor levensbeschouwelijke vakken. En ik vind het dan ook logisch dat als het boeddhisme zou erkend worden, en ik denk dat daar goede argumenten voor zijn om dat te doen, dat ook in het onderwijs het boeddhisme als een van de mogelijke levensbeschouwingen wordt aangeboden in het officieel onderwijs. En dat zou perfect naast het vak mens en samenleving kunnen staan dan, dat in 2019 in het katholieke onderwijs wordt ingelast. En daarvoor wordt wel een uurtje Nederlands geschrapt. Het katholiek onderwijs zal wel altijd blijven kiezen voor de katholieke religieuze levensbeschouwing, terwijl het boeddhisme zou dan kunnen worden aangeboden in het, dus niet in het katholieke net, maar in het net van, zoals ik daarnet al zei, van de gemeente, van de provincies, van het gemeenschapsonderwijs, in het officieel onderwijs. Daar zou dat een plaats krijgen naast de niet-confessionele zedeleer en naast de 6 op dit moment erkende eredienst. Dus eigenlijk zou je dan een 8e keuzemogelijkheid krijgen in het officieel onderwijs. Maar in het katholieke onderwijs zal er ongetwijfeld wel ergens ook in de lessen vergelijkende godsdiensten en levensbeschouwing zal er zeker aandacht zijn voor het boeddhisme en ook nog voor anderen zoals het hindoeïsme enzovoort. Maar daar zal men, neem ik aan, geen lessen gaan inrichten in het boeddhisme. Ja.
Waarom breekt u zo'n lans voor het boeddhisme? Wat heeft u met het boeddhisme? Goh, ik heb sowieso iets met levensbeschouwing. En ik vind het boeddhisme ook een van die inspirerende levensbeschouwingen. Ik ben zelf katholiek, maar in het boeddhisme... Ik ben deze zomer een paar keer bijvoorbeeld naar de zenmeditatie geweest in de Abdij van Averbode, waar in een boeddhistische traditie 's avonds wordt gemediteerd. En zij herkennen op zich niet direct een ander opperwezen. Dus eigenlijk mensen die in een eredienst of in een bepaalde god geloven, die kunnen ook actief boeddhistische praktijken beoefenen. En ik vind dat ook de leer van het mededogen en de meditatietechnieken die ook eigen zijn aan het boeddhisme, die vind ik zelf heel inspirerend. En ik heb dus ook wel heel wat sympathie voor het boeddhisme. Oké, dank u wel, Bart Kennis, voor uw komst naar de studio. Blijf nog even zitten. Zo meteen praten we voort met Michel Domst van CD&V over elektronische stemmen zondag en over Audit Vlaanderen rond informatiebeveiliging.